first. Bij deze winnaars past slechts één slogan. Discipline, dedication en friendship, maar safety first. Proficiat aan de hele ploeg met de Vlaamse televisiester voor beste humor en comedyprogramma. Eggers. De derde nominatie en de derde televisiester voor Sien Eggers als beste actrice van Vlaanderen. Deze keer voor haar fantastische vertolking van Ria Goudenzeune in Eigen Kweek. Very much proficiat, Sien. Heel de wereld bedanken. Mijn matekens aan die tafel, mijn matekens. Dagelijkse kost. Voor het vierde jaar op rij vindt Jeroen Meus met zijn dagelijkse kost de Vlaamse televisiester voor beste lifestyle-programma. Super simpel en super lekker eten klaarmaken blijft een garantie op succes. Heel straf, Jeroen. Hoho, vier keer op rij. Het enige gevoel dat ik daarbij heb vandaag is pure dankbaarheid voor mijn vaste ploeg, ook al vier jaar lang. En dat is mijn geheim. Dank je. Koen Wouters. Maar Koen kan er helaas niet bij zijn. Daarom vragen we Valérie op het podium. Wauw, super. Eindelijk 6 keer genomineerd. En hij heeft hem. En dubbel en dik verdiend. Goedenavond iedereen. Ideale wereld. Otto Jan Ham, kom hem maar halen. Dat is de ster van de academie. Ja. Wij hebben jouw talent gezien. Matteo Simoni. Ja, de meeste Vlaamse acteurs met succes gaan meteen naar Amerika en zo ook. Bijzonder. Matteo, waar zit je momenteel? Goh, ik zit op een plek waar ik moeilijk kan uitspreken. Kajuko. Dank je wel. Ja. Is een waas.
na Tom Testeron is het opnieuw prijs voor Tom Waas. Dit keer met het uitzonderlijke reisprogramma Reizen Waas. Zijn gedurfde toeristische uitstappen naar onder andere Turkmenistan, Colombia en Iran bezorgen hem de Vlaamse televisiester voor Beste Reality-programma. Ik kan niet beter zijn, sorry schat. Mieke, dikke merci. Mannekes. De ideale wereld. Als nieuwkomer in deze categorie zorgt De Ideale Wereld misschien wel voor de verrassing van de avond. Het satirisch actualiteitenprogramma van Otto Jan Ham, Jelle De Beule en Jonas Geirnaert wint de Vlaamse televisiester voor Beste Informatieprogramma. Facebook gaat zo kwaad zijn morgen. Oh. The Voice! De uiterst spannende talentenjacht met de draaiende stoelen vindt voor de tweede keer een Vlaamse televisiester. Proficiat. Zaken en nu ook als presentatrice van Rijers Laat. Proficiat Kathleen. Wow. Wel, want zonder jullie kon het niet. Dank jullie wel. De rechtbank. De unieke kijk achter de schermen van onze justitie bezorgt de rechtbank een Vlaamse televisiester voor Beste Reportage en Documentaire Programma. Een welgemeende proficiat aan de hele ploeg. Ja, ik denk dat iedereen beseft dat dat niet onze habitat is hier. Zeg eens dag. Eigen kweek. West-Vlaamse boeren die wiet verplanten en verkopen. Het is een thema dat veel Vlamingen wisten bekoren. De cast van Eigen Kweek mag dan ook vanavond de Vlaamse televisiester voor Beste Dramareeks mee naar huis nemen. Ik ben Joël van Hoebroek, ik ben de regisseur. En dit is Philippe de Schipper, de showrunner. De man die het bedacht heeft. Jan. Een rechtstaande ovatie voor zoveel mooie programma's. Van harte proficiat. Dank u. Dank u wel. Ik ga het nog moeilijk krijgen. Dank u.
alsjeblieft. Dank je wel. Dank je wel. Dank u. Oké. Okay. Ja. Thuis. De populairste soap van Vlaanderen is intussen aan zijn 19e seizoen bezig. En wordt nu ook door de kijkers beloond met een Vlaamse televisiester voor populairste televisieprogramma van 2013. Niet alleen dankjewel kijkers, vooral dankjewel thuiskijkers. Dankjewel. Yes. Hola. Thomas. Reize Waas viel vanavond al in de prijzen, maar nu wordt hij zelf ook door de kijkers verkozen tot de populairste televisiepersoonlijkheid van 2013. Dikke proficiat, Tom Waas. Maar ik vond het belachelijk dat jij voor een gast stond te blijten.